Voor de begrafenis zijn heel veel mensen naar het dorpje Tamarot gekomen. Iedereen wil de familie van Rayen steunen, bijvoorbeeld door samen te bidden. De 5-jarige jongen overleed nadat hij in een diepe, smalle put was gevallen. De actie om hem eruit te krijgen werd overal gevolgd. Op social media zijn er veel reacties. In de hele wereld wordt er meegeleefd met de familie. En ook de paus, de leider van de katholieke kerk, reageerde op het verdrietige nieuws. In Marokko, come tutto un popolo, si è aggrappato per salvare Rayen. Era tutto il popolo lì lavorando per salvare un bambino. Ce l'ha messo tutto. De vader van het jongetje heeft iedereen bedankt voor de steun aan de familie.